Dit is tuinbouwer Bram Termeulen uit Almere en dit is Bram Bernhard uit Luttelgeest. Bernhard tilt op aardwarmte en Termeulen op gas. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben tuinder sinds 1992, maar deze gasprijzen zijn extreem. September kostte voor ons qua energie 2 keer zoveel als normaal. De winter moet nog beginnen, dus ja, wij houden ons hart wel vast op dit moment. Bernhard zit voor een deel nog op gas, maar heeft daarnaast ook nog andere bronnen van energie. Wij hebben hier 3 putten geboord en wij gaan hier geothermie winnen. Ja, geothermie is warmte uit de aardlaag. We hebben 2 kilometer diep geboord. Daar zit water van 80 graden en dit water gebruiken we om de kassen te verwarmen. Wij besparen hier 20 miljoen kub aardgas en dat is vergelijkbaar met alle woningen in de Noordoostpolder. De stijging van de gasprijzen heeft verschillende oorzaken. Door het koude voorjaar zijn de gasreserves lager. In Azië is de vraag naar gas toegenomen en zijn ze bereid hogere prijzen te betalen. Rusland levert minder gas aan Europa. De gaskraan in Groningen gaat verder dicht en door heel Europa sluiten kolencentrales en dus zijn er alternatieven nodig. Ik denk dat het voor een hoop tuiners, ook mij, maar dat het een hele moeilijke, financieel een hele moeilijke winter wordt. Het kan nog, misschien gaat het zakken, misschien wordt het nog duurder, maar ja, dat, alleen ik wil ook niet op mijn kwaliteit inleveren. Dus ik wil ook niet, ik moet energie gebruiken om een goed product te kweken. En ja, dan maar eventjes niks verdienen. Hier in het hoekje komt het water binnen van 2 kilometer diep. Dan gaat het daar naar de filterruimte. Daar wordt het filter uitgefilterd. Vervolgens gaat het hierdoor naar de warmtewisselaars. Want we willen niet dat het cv-water mengt met het grondwater. Dus hier wordt de warmte overgedragen van het grondwater aan het cv-water. Vervolgens gaat het grondwater weer terug in dezelfde capaciteit en de warmte gaat naar de kassen toe. Alleen op deze locatie in Almere, waar wij zitten als tuinbouwgebied, de grond is hier niet geschikt. De bodemlagen in de grond die zijn niet stabiel genoeg en dan zou het kunnen mengen met het grondwater. De sector heeft wel enorm te lijden. Ja, het is een slechte zaak. En er zijn eigenlijk 2 partijen die hier garen bij spinnen. Dat is meneer Poetin en de overheid. En als sector zijn we gewoon de klos. De 2 mannen zien allebei wel een oplossing voor het probleem. Ja, een betere compensatie voor verduurzaming. Ondersteuning bij innovatie, ledbelichting en noem het maar op. Wanneer wij het licht nodig hebben, dat is in de winter. En dan leveren de zonnepanelen het minste stroom op. Dus het is echt een beetje... Eigenlijk zou het mooi zijn als we een goedkope manier weten te vinden om de energie in de zomermaanden op te slaan en dat in de winter te kunnen gebruiken. Mensen denken wel eens, als we energie heel duur maken, dan komt het vanzelf goed. Maar wij hebben te maken met een internationale markt. Dus er komen bloemen uit Afrika, er komen planten uit Spanje. Dus ja, wij zijn hier niet in alleen. Vooralsnog zijn beide bedrijven niet van plan de prijzen richting de consument te verhogen. Deels omdat het niet kan door concurrentie van het buitenland. Maar dat deze rozen uiteindelijk een paar centen duurder worden, dat valt niet uit te sluiten.